Zo, hij is aan het opnemen. Het is eigenlijk wel jammer dat Frisky er niet is, anders denk ik dat we voltallig waren. Hè? Oh man, oh, ja. Ja, als Frisky er was, waren we voltallig. Maar ja, Frisky is weer de fact van de week. Hè. Ik hoor wel ergens... Er is iemand veel lawaai aan het... Ja, dat is bij mij. Sorry. TV. Cliff. Ja, ik zit echt letterlijk naast de tv. Ja. Discipline your woman. Ja. Ik denk dat Cliff nood heeft aan RTX Voice. Ja. Ik zal ze met mijn microfoon wel laten, geen probleem. Ik wil een paar koers lenen. Oh, mannetjes. Oh, ja, ready. Ja, doe maar gewoon wat. Beter om aan mijn gang te niet opgeven. Oh, maar Frisky geeft het wel op en die komt de stuur. Homo. Ja. Echt, hè? Ja. Ik heb een potential 1.35.1, daar geloof ik geen fluit van. 1.31.5. Ja, dat zal GTE zijn of zo. Ja, Formule A of zo. Of gewoon kapot. Ik log even opnieuw in, heren. Oei. Okay. The exit's clear. Stay behind the white line. Okay, Mark. We've got 5 minutes to set a lap. We've got cold brakes all round. Kom aan, jongens. Paul denkt, joh, kan het voor kouwbandjes of niet? Ja, ik dacht, maar rustig voorbij maken, maar dat is ook hetzelfde dat er geen uitdaging is. Toch, ik ga die godverdomme nog War Machine spelen in de Frisky. Mark, de zwarte lijnen volgen, niet kijken wie er online en offline is. Kom aan, zwarte lijntjes volgen. Ik kom duwen. Terug wennen met deze nee, controller. Dat is niet de zachte lijn. Dat is niet de zachte lijn. Nee, ik moet echt weer wennen aan die controller. Hè. Oh, dat haal ik en dan zit het. Rustig, rustig maar, rustig. Weet je wie er gisteren ook aan mij moest wennen, Mark? Oh jee. Oh, en daar gaat. Daar gaat de monetization van YouTube. Het wordt geen kidsfilmpje. Nee. Oh. Ga je achter? Ja, nee. Oké. Okay. Nou, toch niemand aangehaakt dan verder. Alleen maar met z'n zevenen. Voorlopig nog wel, ja. Maar ja, dat kan nog veranderen, hè. Maar Paul, ik heb nog koude banden, alles koud. Maar ik ook. Lap time invalidated, oké. Okay. Hey, er is iemand gejoined. Ik weet het niet hoor. Maar... Daar ging je wel erg schuin, René, bij jou? Nee, maar het probleem is, ik heb daarnet even in test gereden. En dan voelde de force feedback totaal anders dan wat ik nu heb. Ik snap daar helemaal geen bal van. Andere tijdstip van... Het is ook herfst nu, hè. Het ja, lijkt het wel op, naar de datum heb ik niet gekeken. Hey. Nou, maar dan gaan we die tijd ook niet halen, denk ik. Ja, we vonden ook niet snel warm, hoor. Maar zo gaan we nooit in tijd tegen een rekker spreken, Paul. Is dat u een druk op, hè? Shit, betrapt.
Oeps. Wat een klote server. Ja, Mark, kan je doen nog eens qualifying met de nacht, hè? Hey Mark, mijn moeder klaagt anders toch niet? Ja, kom maar. Niet erachter me zit. P3. Oh, sorry. Tuurlijk. En ik zit nog wel aan het driften, jongen. Ja, ik kan niks anders. Dat ding is zo glad als ze eten, man. Ik glijd van links naar rechts over de baan heen. Ja, bij mij ook. Lijkt alsof ik op ijs ga. Oké, okay, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes left. Oh! Val ik achter. We think you might have gone outside of track limits there. Kijk, okay, cool. Ja, ik was hard aan het falen. Verder natuurlijk. No shit, Sherlock. Doen we nog een keer. Maar dan beter je. Oh, dat weet ik niet. Kom aan, Paul. Be positief. Oh. Punten worden toch pas in de race uitgedeeld. Dat was gewoon net iets te ambitieus door die bocht. De leader is kunnen we de next lap nog wel doen? Ai. Red ik dat nog? Ja, dat red ik nog. Godverdomme man, echt. Ongelooflijk. De leader is just done 146.54. Goed bezig. Behind has just done a 203.36. Okay then. Oi. Sector 3 is 2.2 off the pass. Sure. Your brake temperatures look good. Disqualified? Ja. Auw. Kunnen nog meedoen? Ja. Ik heb geen idee. Ik vond het druk gaan? Wel af wat ik juist ontstaan. Nee. Ik moet snel door de pits gaan. Oh, really? Ja. Dat is harsh. Kun je nog overnieuw of zo? Ik weet niet, misschien dat ik er eens voor kan meedoen. Ja, dat denk ik wel. Goed. Dus wel, maar misschien staat het nooit meer ofzo. Ja, van echt. De leader is just done a 146.09. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Nee, man. Even kijken, dit is zo fel het geweest in 47.09. Maar... Allee. Take it easy, you've got cold tires. Ah, God.
to 1 is 4.7 seconds off the face. Godverdomme, wat ik doe, man. Anderhalve seconde in groen. Ik ben laat. Laat maar zijn, laat maar zijn. Return to pitbox. Deze wordt oké-ish. Het is in de 47 of zo. Nee, ik ga hem niet worden. Net niet gehaald. Sorry, René, Peter en weet ik veel wie nog allemaal. Ging je niet achteraan beginnen, Paul? Nee, het lang geduurd voor ik een tijd had, dan, man. Jawel. Oh, acceptaat, Mark. Oh, ja. Oh, Peter is het zo niet aan het helpen, hè, jongen. Je is het zo niet motiveren, hè. Oh. Maar ik zie, zie ik Vulkenboy er niet in staan? Ja, ik ben even weggegaan, maar ik wil terugkomen, maar wilt niet. Oh, fuck you. Is het te laat, denk ik? Ik heb nog 2 minuten over. Ik dacht, want ja, ik had die Aston Martin, maar die trok op niks. Cliff, die mag nou niet meedoen dan. Jawel, nee. Dat denk ik wel. Kunt het niet? Nou, het is qualified, dat zal toch niet? Horen jullie mee trouwens? Ja, ja. Jawel, ja. Weet ja. Duidelijk. Maar anders starten wij gewoon een race opnieuw. Zonder qualifying. Ja, ik weet niet, misschien... Ik vind het prima. Ja, ja want Vulkenboy is er ook niet bij. Dus, ja, Zeeland is ook... Dus ik exit. Sorry, Luc. Dan ga ik eruit, ja. Hè. OW, hè. Ja, ja. Hey, heeft een screenshot? Een screenshot? Nee? Nee, heb ik niet gedaan. Maar ik wel. Ik wel, ik wel. Ik ook. Oké. Eens even kijken. Ja, sorry. Ja, mooie tijd, Luc. Kan ik anders verwachten. Niet slecht, hè? 1.46.0. Help me aan het denken dat ik zelfs de qualifying terug op moet zetten. En dat je het misschien de herfst naar zomer moet gaan pakken of zo? Oh, ja, wacht. Dat zou ik wel even doen. Kan dat niet uit, omdat Paul eruit is gegaan, denk ik. Dat is wel de waar. Kunt er niet uit. Komt kan niet uit. Je houdt de aan- en uitknop van de computer 4 seconden in, jongen. Gaat overal uit. Invite. Waarom ben ik altijd de laatste die geen invite stuurt? Omdat jij onderaan de lijst staat, maar daar kan ik niks aan doen. Nee, ik word aan ad-turtel, dan sta ik helemaal bovenaan. Ja. Nou, dan zijn we weer compleet. Oh, echt? Auto, ja, wacht tot iedereen auto. Rood is en auto kiezen en dan weet ik wat allemaal. En... Let's do this shit. Yes. Ja? Ik ben er Allee, al. Enkel de race, is dat een, ja. Zeg maar, is dat een default tijd? Nee, dat is een huidige tijd. 1 mei. 1 mei. Oh ja, dat is niet goed, nee. Maar ja, goed. 1 mei is goed, dat is de zomer. Ja, staat, ik heb op zomer gezet. Niet de default tijd, maar ja, maakt niet uit. Wacht, er staat de temperatuur ook alweer. Ik zie het niet. Dan ben ik te laat, zeker. Weer is bewolkt. Yep. Oké, laat me van achter starten, laat me van achter starten. Air temp is 23 Celsius. Track temp is 31 Celsius. Oké. Vrouw met dikke tieten, vrouw met dikke tieten. Yay! Alright, Mark, are you ready? Watch for the lights. Rembalans. Hoeveel? 52. Green. Oh. Hallo, dat was een goeie Ferrari aan duwkie, ja. Oh. Dat was een val. Oh!
Sorry, Mike. Ik heb niks gedaan, jongen. Oké. Waarom niet? Oh. The track temperature is increasing. It's now 34 Celsius. Warm. De zon komt door. Car steekt al, godverdomme. Cliff is closing in. The gap is now 1.9 seconds. P6. Air temp's rising. It's now 26 Celsius. Het is niet normaal dit, echt. On your left. Clear left. Okay, Mark. The next car is Cliff. Het is wel één van die avonden, dit geloof ik. Hé, Mark, ze moeten gisteren op. Maar concentreren, Mark. Niet laten afleiden. Zij moeder heeft hier nog. Ah, kut. En toch laten afleiden. Gap to Cliff ahead is increasing. It's now 1.7 seconds. Nee, dat was niet goed. Dat zei u maar gisteren. Just done a 147.32. Car left. Clear left. That's last. Air and track temperatures are rising. Air temperature is now 30. Track temperature is now 45 Celsius. Incident in Tamburello. It looks like Cliff. Ah, come. Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Was dat Paul op de eerste plaats of wat? Yep, for now. Shit, sorry Cliff, sorry. Ah, oh, ik had die bocht al aan. Defend your position, Mark. Don't let him through. Right side, clear right. Mag je er niet meer naar de kant zien gebruiken ofzo? Ja, wel. Don't panic. Ja, ik weet niet. Hij heeft al niet aan de buitenkant, aan de binnenkant mogen best veel. Of dat verstandig is, dat weet ik niet, want ze stuiteren nogal. Last
last light was at 158.04. Air and track temps are increasing. Air temperature's now 32. The track temperature's now 49 Celsius. Daar ga ik. The gap to cliff ahead is increasing. It's now 6.0 seconds. You're locking your left front going into Tamburello. Dat was daar. Ik ben aan het klooien, dat moet ik niet doen. Nee, doe gerust verder, Paul. Nee, god non de ju. Wat is dat toch met die auto? Kom op, zeg. Ik heb zo'n idee dat dat ding gewoon elke keer anders rijdt. Gewoon. Dan word je gewoon hartstikke gek van. Villeneuve.
beter. Ik denk dat ik al red te laat gevonden heb, jongen. Outside track limits. That's 2 minutes left. 2 minutes. Oh, come on, Mark. Nog een minuutje, come on. You're locking your left front. Oh, God, Molle, come on. Dat is jammer, ik had nog veel plaats kunnen hebben, maar ik heb een foutje gemaakt de laatste ronde. Sorry, no sorry. Nee, ik was hard aan het pushen, maar ja. 1:45.7. Ik heb een 46.8 de snelste tijd staan, dus dat is niet super snel. Maar wel twee rondjes echt aan het klooien geweest. Maar voor de rest wel goed gericht. Ja, ik kan jullie bijna niet horen, maar motorgeluid is er veel te hard. Wil ik eens even aanpassen. We zijn er beter? En ik had Mark er bijna gedubbeld. Ik had twee keer een lack of concentration. Ja, mooi gereden, Paul. Ja, mooi dat, gereden. Mooi comeback. Ging best lekker. We moeten nog twee keer doen vandaag, hè? Oh.
Nou ja, favoriet circuit met een kolenpaal. Ja, Imola is niet mijn ding. Het voelt weer heerlijk om te voelen als je de curbs op gaat of het gras of eindelijk weer feedback. Dat heb je al zo lang gemist hebt. Ik heb bijna een heel rondje in uitrijden mode gereden, maar ik dus door. Over. Hey, bloody awful result, mate. Hopma. Buiten aanpas. Screenshot. Ja. Ziet iedereen er sneller als mij? En iedereen? Ja, mooie tijd, Paul. Mooie tijd, René. Ja, Luc en René. Ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje. Ik weet niet wat. Het ding was zo inconsequent, die hele rit lang. Het begin was koud, dat was raar. Ik was ook even aan het sukkelen met de kou in het begin. Vergeet uw qualifying niet op te zetten naar Polen. Qualifying staat aan. De session duration is 10 minuten en ik zal me niet op middernacht zetten. Nee. Dat is ook zoiets dat je dan doet, ja, inderdaad. Ik heb er eerst niks gereden. Geen punten gewonnen en niet verloren. Even kijken, wat gingen we doen? Silverstone, hè? Ja, Silverstone. Oh. 1 minuut qualifying, 15 minuten. Ik join de rek weer. 10 minuten kwijt. Ouch. Waf, wat zal je? Wacht nog even tot de Peter terug is. Nee, ik begin maar. Ik moet projectkaars. Elke keer als ik van beeldscherm switch, dan zakt hij terug naar 60 frames. Dat is zo raar, is dat? Als ik even uitga om naar volume mixer te gaan en weer terug, en dan ben ik mijn 100 frames kwijt. Dat is inderdaad raar. Ja. Speel je full screen of full size windows? Full screen. En nou heb ik mijn 100 frames weer terug. Dat is toch raar, hè? Ja, dat is echt vreemd. En ik heb het pas een goede maand of twee misschien. Het is niet dat er nog een Project Cars update gekomen is. nee, dat niet. Van Windows liggen. Zin. Driver update. Dat zou kunnen, ja. Ready. Oh, ik zit in een auto. Nee, zit in mij. Jo. Ah, oké. Een hoop auto's in elkaar. Detectives clear. We have 9 minutes to get a decent carpet. Ja. To get some heat into this place. Ja. Een rek en een rij. Eeuw. Van die banden blauw. Man. En dan zo blauw als de ogen van Poolsen. Je hebt groene ogen, dus je hebt ze nog niet goed bekeken. Oei, wie zijn mij dat dan eigenlijk? On your right. Clear right. Oh, hij meende dat nu. Brrr, Mark. Kouwbankje, Mark. Oh. Right side. Play right. Oh, sorry. Ik heb niemand geraakt, oké. Ik ben het maar. Maar meneer, reden ook vlakbij. Clear left. Ja. Aero doe je mee. Deze pols aan het trekken. Deze? Nee. Nee. Donington.
Dat is tot zijn trek. Ah. Nee, ik vind Silverstone vind ik niet zo. Oh, ik nee, ben niet echt warm van. Wat ook? Klopt niet. Banden daar. In het gele kunt u gaan nou. Clear left. Jezus, maar dit is, hier heeft hij precies hetzelfde. Echt, ik weet niet wat er aan de hand is met dat. Ik ga eens even opnieuw kalibreren, want dit kan gewoon niet kloppen. Genegen zijn nou vanaf Trackside in beeld, hè, jongen. Ja, dat moet je vooral doen. Ja, ik zie het. Want ik ben niet een echt voorbeeld. Ik weet echt niet wat met die auto aan de hand is, maar dat is echt anders dan anders. Alright, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes. Ja, ik denk dat je gewoon allemaal onder de indruk zet dat je nieuw stuur hebt, hè. Uh-huh. Nee. Ja, nu willen wij ook in, hè. Oké, die was goed. Ik denk dat 70 was. FOV, field of view. Dus voelt veel beter. Eens proberen. Ik ga eens even pissen, ik ben zo terug. Weer kunnen het en hij klept hij weer op grote monden. You're locking your right front into left field. Thank you.
1043, ja. Goed bezig, Luc. Ja. Zo magisch volgen. Wat? Nee. Nee, de Gerald met zijn... Break temperatures look good. ...heeft zijn natuurlijke houding zitten. Niet over de kop gaan, hè. Dude. Die was wel goed, ja. En de Gerald was goed bezig vandaag. Man, hier, ik rem, maar er gebeurt gewoon helemaal niks met dat ding, hè. Alsof ik op slicks sta, ja, slicks in de regen, zeg maar, zoiets. Ik heb er nog een pedalen set liggen, René. Nee, dat is het echt niet. Hé, hey, ik kreeg die, dan kan ik morgen comment niet spelen. Ja, jij zit altijd te roepen, moet hem niet, moet hem niet. Blokken is remmen en... Dat zou wel zijn, jongen. Streamen, streamen. Ja, inderdaad. Dat wil ik wel zien. Inclusief de key assignments in het spel. Dat lijkt me zo grappig. Blokker, wacht, even die pedalen indrukken. De leader is just done. 204.29. Goed bezig, Luc. Het record is aan 204 rond, geloof ik. Allee, come on. Man, dat gaat nog eens op dat... Oh. Ik hou het voor de gig, zeg ik. Dude. Oeh, fuck, dat is hoog. Oh, kom maar. Ik zit direct op de pitwall. Over de pitwall. Dat is raar. Check a flag, B6. Oh, ik haat dit spel. Kom aan, Peter. Eerst rondje dit. Oh, mijn eerste rondje. Oh, joei, sorry, Luc. We zijn een nieuwe track record, jongen. Ik heb één rondje gereden, sorry. Oh. Ouch. En er zit nog meer in, want je laat een hele stukje liggen. Ja, dit was echt een foutloos. Echt een stukje liggen. Oh, Peter, René had ook nog even voorbij. Oké, dan. Nee, ik weet het niet hoor. Ik heb ooit eens een keer ijskarten gedaan. Een ruk, het voelde ongeveer hetzelfde als dit, zeg maar. Oei, oei. Dat is echt... Dat is inderdaad. Ding stond ook juist. Ding glijdt gewoon echt alle kanten op. Ik ben gewoon niet gewend ervan. Dat is echt... We rijden toch niet toevallig in december of zo, hè? Nee. Nee, ik grip was goed, hoor. Terecht temperatuur 33 graden, dus... Ik snap het eigenlijk niet, maar ja. Dat is wel redelijk waai, hè? 7th position. 33. Ambient 21 is in Engeland, hè? Het is Engeland. Ja, het is Engeland, ja. Engeland en 10 uur morgens. Of op Dubai. Dubai is 40 graden. Wat is dit ding? Goed, die had ik niet zien aankomen, deze. Geen idee waar dit vandaan kan, ik snap het niet. Was kei goed, man. Allee. Ja, maar hoe? Ja. Ja, goed, ja. Vulke boy, het wel een schone Porsche. Schone kleur. Oké, dat was het dus. Yes, P5. Yes. Damn. Ik ben ook van de eerste naar de vierde geval. Hey, René, ik dacht je aan het klagen wachten over grip.
Ja, echt. P3? Ja, maar dan nog. Nee, maar echt, je moest weten hoe moeilijk dat was. Dit, Het is nou bewolkt, hè? Minder grip, hè? Ja, het wordt weer zonnig. Het is weer bewolkt en zonnig. 19 graden trektemperatuur, het is koud, mannen. Ja, rembalans iets minder fel zetten. En dat wil zeggen? 50. Ik rij hem altijd op 52, de R8. Had ik hem net 54 staan, nu gaat hij naar 56. En dan draait dus de race een tikkie weer erbij. Als het warm wordt. Koekoek! Ja, ik kan er mee overweg hoor. Go! Ja, dat is mijn fout, dat is helemaal mijn fout, dat is helemaal mijn fout. Godverdomme, de eerste bocht al. Ja, dan ga je mij van de baan duidelijk. Echt? Zo ongeveer wel, ja. Koekeboy, sorry hè, maar je moet mij toch voorbij komen steken, jongens. Voilà. Godverdomme. Sorry, Paul. Dat is niet erg, we hebben het overleefd. Oh. Oh, sorry, ik faalde. Heb jij traction control aan staan, Peter? Altijd. Behalve bij de start. Seconds. Man, ik ben aan het vechten met de Audi. Gaat er echt nog regen ook of zo? Nee. Zelf was net op Imola, ben ik niet aan geweest. Ah, godverdomme, nog een duikje in. Dat was een rare lijn dat hij reed. Oh! Allee! Oeh, nee, dat was wel heel wijd. Ja, ik moet wel. Er zat er iemand naast me. Hier, zie je? Dat bedoel ik. Je last. Kom aan, trek warmer worden, want dit is niet meer leuk. Hier heb ik ook last van. Seconds. Air temperature's increasing. It's now 18 Celsius. Godvernonde u, het is toch gewoon ook echt niet te geloven. En weer ervan afgetikt, jawel hoor. Rembrandt iets agressiever naar. Was just
2:18.35. Air and track temperatures are increasing. Air temp is now 23. Track temp is now 35 Celsius. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Godverdomme, echt. Your tires are cold, watch out. Oh, zo stil en komt ook weer richting Luc. Oh. Oh, frack. The leader has just done a 203.39. Even okay, aan, ik wil maar relaxed. Keep it Thank you.
in het 18 in het grond onder u. Dat is een stevige spin. Ja, dat is een zware spin. 5 minutes to go, 5 minutes left. Keep it nice and smooth. Come on, yeah. The race come to us. Maar ja, ik geef het op, dus dat is gewoon niet te doen, net. Ik ben aan het falen. Seeing right front locking into Vale. You've just done a 2:14.08. Oh, ik val. Zullen we passeren en neerroepen? You're locking your right front going into turn 3. Nee, laat maar gaan, joh. Hij tikt mij aan en spit mezelf af. Binnenkant. Oh, sorry. Oh, sorry, dat was mijn fout. Iets, ja. Nee, mijn fout, sorry. Daar had ik jou niet verwacht, jullie. Sorry. Ik kan er wat meer moeten laten lopen, dan was het mogelijk gelukt. Maar ik durf er niet goed aan. Ik heb totaal geen vertrouwen in die grip op dit moment. Ah, domme! No. That's 2 minutes left. 2 minutes. This is good. Hop, daar ga ik. Godverdomme. Doe me toch, hè. Oh.
volg ik de lijn van die van voor mij. Wat doe ik daar? En dan gaat hij weer. Hè. Nu een rondje? Ja. Oké. Okay. Jo. Oei. Oh, dat is zonde, man. Ja, dat zijn de klote dingen, man. Die tussenolie zit, die tikte mij net aan en te vroeg je zelf af. Ja, nou, nou kleeft dus. Ja, nee, hij spiende en... Ja. Hij rolt naar mij toe. Dat is zonde. Godverdomme. Potential is wel gezakt naar de 2031. Twee grote fouten gemaakt, zonde. Eén gigantische grote. Oh jongens toch. Oh zonde. Ja. Ik heb gewoon alleen maar fouten gemaakt. Maar er één grote. B5, jee. Hey, dit was één om snel te vergeten, papa. Ik ga dadelijk even voor de kaars rebooten, want ik heb echt het idee dat er iets niet goed is. Toch een 205 geregeld. Dus dat dat iets betekent. Ik kan een 204 rondstaan. 203 in. Nice. Easy so. Jongens. En een potential. En jij verder? Die is weg. Oh ja, even weg. There's the checkered flag. That's disappointing. Foto momentje. Ja, dat was een mooie foto op, ja. Nice. Dan hebben we Peters in het tijd wel. Mooi. 2033 had hij staan. Ah, dan ben ik sneller. Yes. Daar, 2022, Lefat. Ja. Die kwam ineens zo hard op mij af, jongen. Ja, dat kwam van heel ver. Echt snel. Ja, dat was echt snel. Okay. Ja, dus van achter is het. Goed close. Zo, ik ben heel even eruit en zo weer terug. Yes. Ik heb mijn tijd inderdaad wel verbeterd. Ah, mooi. Kijk. Mooi, mooi. Zo, even kijken. Die. YOLO. Ja, gaan we starten, ja. My god. Peter en René? René komt terug, hè? Ja, hij komt terug. Laat maar gaan. Oké, prima. En René vindt ons wel aan ons zuur. Ja, is wel een invite. Nee, hoeft niet. Vind ik wel. Kom maar. Hoepla. Laat maar gaan. Hoepla. Zo. Zo.
Options. Show. Wheel. Disc. Ready. Nee, we gaan niet de kant, jongen. Ik dacht dat die zijn net klagen. What? You heard me. Your mama. Okay, Mark. You've got 9 minutes to get the job done. Your brakes are cold, let's get some heat into them. Even kijken. Hebben we de korte versie? Uiteraard. Ja, ah, zo. Paul's favorite. Hebben we links of rechts? Ja, links kwam een andere debiel voorbij. Ja, we zitten allemaal debielen. Niet, niet, motherfucker. Kun je die rappen, jongens? Ja, dat weet ik, maar ik werd opgehouden door een schildpad. Oh. Kunt die rappen, Luc? Dat weet ik. Die rapper, jongen. Oh my god. Kan maar. Twin. Stable. Load setup. Stable. Nog eens naar rechts. Het is een korte, hè? Korte is veel leuker. On your right. Leeg gelopen, hè. Ga met mij ook. Ja, kort aan het rekken. Play right. Jongen, 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 beginnen we weer? Oh, ja, we beginnen weer. Nu al. The leader's just done it. 106.78. Deze wordt invalid. Ja, wie invalid? Jezus. Kunnen we het de next time in Velle deed het? Hoezo? Dat is niks illegaals. Ik heb nog 31 seconden gekregen. 5-5, maar hij was in Velle. 2.6 seconds of the pace. Car in front's lap time is at 109.39. The guy behind has just done it for 17.72. Bomber. The brake temperatures are fine. Dit wordt een invalid 106 rond. 6-1. Alleen door de vorige ronde. God damn it.
sector 2 is 1.3 seconds off the pace. Yeah, ignore all right, Mark. 5 minutes to go, 5 minutes left. The right side tyres are cold. The leader has just done a 106.42. The guy behind has just done a 116.84. Left side. Hold your line. Clear left. Sixth place. That's your quickest lap. Your last lap time was at 112.08. Godverdomme. Ah, nee, ja. Sector 1 is 2.7 seconds off the face. Dat was een goede Peter, of niet? Yep. 1.05 achtergereden, invalid. Nice. Sector 2 is 1.4 seconds off the face. Oh ja, wacht. Off the pace. Hij is gereden. Je bent bezig van deze. Heeft geholpen, precies of niet? Ja. Ik voel hem al een beetje beter. Ja. Maar nu verandert niks, alleen product gas opnieuw opgestart. Ja, opnieuw opstarten en opnieuw kalibreren. Ik had dat kalibreren blijkbaar niet goed genoeg gedaan. Maar wat moet je dan kalibreren met die 300? Dat doe ik altijd. En deze keer had ik het niet gedaan en toen ging het mis. You're in last. In het spel bedoel je? Ja. Ja, ik kan stoppen. Peter, een nieuwe track record, jongen. Nice. Ja? Goed gedaan. Ja, 1.05.5 was mijne. Dit nog meer. En nou weer in het groen. Ja, je hebt nog, hè. Laat gaan, laat gaan. Op het randje, man. 42 honderdste in het rood. Right.
flags out, 10th position. Je kunt wel mooi zien zo vanuit de zijkant hoe je, hoe je hem in de bocht zet. Dan zie je hem gewoon een beetje glijden en dan de volgende corrigeren. Ja. Oeh, dat is wijd. Net niet. Nee, ik zat de hele tijd in te roken. Ah. Het is eens leuk. God, man, de jullie, man. Leuk, man. Godverdomme. Oh, man. 1000ste. Nice. Absurd. Dat was een schoontje. Dat was een schoontje. Oeh, scheelt ook niet veel, Paul, jouw trackrecord. Nee, dat was de 5-0-0, geloof ik, hè. 1-0-5-5-0-0 of zo. That's the end of the session. P10. Mei. Nou, dicht bij elkaar, man. Ja, en ik en... Hey, we hebben dezelfde punten. Oeh, ja. Spannend. Nou gaat het erom. Oei. Een zware vecht. Hey, Luc, verdedig de Belgische vlag. En of ik persoonlijk tegen die horen kletsen, man. Ja. Maar ik koop eerst mijn stuur. Ik doe mijn best. Maar als ik René van de weg moet rijden, hoeft het met te zijn, hè? Ja. Als ik hem kan bereiken tot daartoe, wil ik altijd blijven. Gewoon even blijven wachten bij de startstreep. Over ongeveer een minuut is hem daar. Oh, shit, joh. Maar dan nog missen. Dan komt hem voorbij, jezus. Dan ga ik Paul aan. Of Luc. De wolk in 28 graden. Mm-hmm. Ja, die eerste start. Het is toch wel een rare race als je Peters zijn startlijn ziet. Ik vind dat de binnenste lijn, dat is toch niet de logische plaats om eerst te starten. Ja, wel om te verdedigen, hè? Ja, dat wel. Ja, dat wel. Ja, dat is het enige voordeel. Maar je bent niet sneller. Als er maar rubber ligt. Ja, voilà. Zijn Mark zijn moeder gisteren ook. Oh, mijn god. Damn, die had ik moeten zien aankomen. Shit, hè! Go, go, go! Oh, sorry, Luc. Drie wet. Ja, het was een beetje spannend hier. Sorry. Go! Oh. Sorry, Gerald. Ja, dat is niet schip. Ah, alleen maar. Ga left. Clear left. Oh, 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 oh. Hij kan harder, René. Hij ging een beetje schuiven. Great start, well done. Zit ernaast, René? Mhm, ik weet het. Kom maar. Oh. Oh. Oh, sorry. Dat was slecht voor mij. Oeh, back heel koud bij die chicane. Oh, alle hairpins zijn koud. Double chances here. Let's make sure we can take up the 8. Nu komt dat zonnetje weer. Zometeen. Ik kan niet wachten. Probeer allemaal lijn te blijven, sorry Paul. Of dat nee, dat was ik niet. Dat was iemand die tussen ons in zat. Nu zit ik vlak achter. Ik heb niet het gevoel dat ik die heb. Nee, dat meen je niet, dat meen je niet, dat meen je niet! En weer laatste. The driver in front of us is Cliff.
kaas is niet goed, hoor. Oh, ho, ho! Man, ik ben aan het falen hier. Gewoon wat rustiger rijden, denk ik. That's last. The track temperature's rising. It's now 13 Celsius. Air temp's increasing. It's now 22 Celsius. Goeie geneerd penalty. Ja. Naast de kamer is nog steeds koud. Godverdomme, man. You got cold front tires. Ik krijg hem niet geplaatst, want ik weet niet wat het is. Beetje van de wap. Air and track temperatures are rising. Air temperature is now 24. The track temp is now 36 Celsius. Ja, het schaam is weer warm. Nee! Okay, Mark. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. E9. Air and track temperatures are increasing. Air temperature is now 27. The track temperature is now 42 Celsius. The car behind is pitting. Niks. Hey. Is iedereen weg? Nee. Geluid is weg. Front has increased to 13 seconds. Nee! Oh, René is weg. Ja. Echt hoor? Mooi tijd, Luc. Die zit aan de rage quit. Ik denk het ook. Aan de rook te zien hier. Of is het een incident? Aan de oh. Do not follow that line. Dat was niet de beste lijn, nee. En I doubt barely a king. Her rack for binding.
The car behind's pitting now. Eighth place. Nee, doe het weer. Fuck. Zo. NIDAL connected and entered channel. Het begon zo goed met de eerste race. Ja, hallo. 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 Ja, ik denk toch technische problemen. Dat kan ook. Dat veroorzaakt ook rook. Yep. Nee, dat had ik niet mogen doen. Doe maar Shoot it up, done that. Ik ben er nog niet hoor. Maar ik volg me. Welke dan? Meen ik het? Zit ik met nu al een dubbele of wat? Zit ik die in derde dan? Ja. Fuck you, Peter. Dan red ik hem niet in derde. Blue flag. Dank u. Left side, clear left. Ja, geef mij de penalty. Damn it, ik was echt op Peter aan het toerijden, draag maar zeker. Hij felt the pressure. Ik zat op safe mode te draaien, toen ging ik weer volle bak en Luc kwam nog wat dichterbij. Ja, dat is echt een zweet hoor. Ik was echt aan het hunten, jong. Ja, dat was wel. Hier in 5 minutes left. Ja. Kunnen jullie me verstaan? Ja, hoor. Ja, mijn geluid was helemaal weg. Oh. Alles weg. Dus ik hoorde de auto niet meer, ik hoorde jullie niet meer, ik hoorde helemaal niks meer. Oh, dat is lastig. Oh jee. Oh, dat is irritant inderdaad. Ja, dus ik heb, en ik weet niet wat het was, hij stond op gemute, compleet gemute. Terwijl ik nergens, want dat zit op mijn toetsenbord, ben ik helemaal niet aangewezen. En ik kon jullie ook niet meer verstaan, dus ik ging heel ver in de verte horen iets. Dus dan heb ik hem gereboot en nou doet hij het weer. Ik was over de grens aan het roepen, René. Nee, maar heb ik nog echt nog. Ik heb wel een Windows update gehad. Dus ja, dat zal wel wezen weer, denk ik. Maar jongen, ik hoor gedubbeld een naar de ander. Wat is dat hier? Car right, clear right. Maar even 20 minuten kwijt, hè? Kon niet meer naar links. Ja. Maar ik ga even meekijken. Ah, oh, mis die merk. Ik deed mijn best, maar dat was niet. Allee, toch wel een kwartier de plaats, jongens. Kom aan, Tim Blauw moet eraan. Horen jullie niet koppen? Horen jullie niet met echo of ben ik de enige? Nee, helemaal niet. Nee, ik hoor iedereen gewoon perfect. Duidelijk, ja. Het is allemaal goed. Niks te echo. Ja, ik hoor Luc is enige met echo, dus daar ligt dat ook bij mij. Dat is raar. Ja, dat is echt niet. Allee, ik hier niet. Ja, en René is playing voor je kaars pop-upje. Ja, nu zet ik hem aan. Dus het kan zijn dat je dat nu krijgt. Er is nog iets met die geluidsdruiver. Waarschijnlijk om 7 door Windows ofzo. I'm bringing home. Godverdomme. Oh. 20 punten ervan af. Een VR is dat geval, what the fuck. Oh nee. Ja, zie je. Meen je dat? Ja. Hoi. Ik zie niks meer. Speelgebied niet gevonden. What the fuck, jongen. Echt. Oh, het is iets te donker geworden. Dat is het probleem. Ik weet niet wat dat is hoor, maar... Echt. Die hardware daar word je scheidziek van. Het is altijd wel iets. Paul
nu is het moment om te zeggen, AMD. Omdat hij groen kan worden, is het licht dan niet aan. Ah, domme nee. Dat is weer een les voor de volgende keer, Luc. Dat was 112.78. Dat is je best lap in de session. Sector 2 is 2.7. Ja, ik ben recht keigoed bezig. Ja, ik ben gewoon de banen van het eigen. Verdomme! Gaat goed, jongens. Ah, dan gaat hij zo'n beetje van de baan, dan weer inspireren en bam, weer 180 graden. Klote gaat de kop. Just 2 minutes left, 2 minutes. Dan kan ik nog niet meekijken, ik moet er gewoon kunnen meekijken. Ah. Ja, dat duurt altijd even. Voor een leer dat je dat kent. Mij hoeft niet kijken, mij hoeft geen top 10 meer aan het draaien. Vroeg aan het remmen. Rustig opschakelen. Blue flag. Zeg je dat, Paul? Ja. Oké, zo van de weg af, hè. Knal je van de weg af, jong! Doe dat, play right. Ik ga van de weg af. Play right. Dat was een vervelende plek om in te halen. Nu komt er nog een beetje dichterbij. Inderdaad. Ja, concentratie is nog de kloot nu natuurlijk. Nog een rondje. Nee, ik kan niet meekijken, sorry. Je kunt altijd op mij rechts klikken en meekijken. Dat is wel een half minuut vertraging en het is nog maar een half minuut dus. Hmm. Ik moet mijn vrienden mogen altijd meekijken zonder mijn toelating. En René ook natuurlijk. Bij deze bedoel je op YouTube maken door je. Nee, ik bedoel op Steam. Steam? Je kunt meekijken. Steam vriendenlijst. Ja. Steampol. Is dat niet? Nee, dat is niet veel steampol. Ik denk dat gaat nog spannend worden zo, want ik heb nog een klein penalty. Oh ja. Dit zou ik kijken niet gedaan, naar volgens een penalty. Dan kan naast draaien. Oh, jongens. Wat een... Sorry, Cliff. Nee, maar geen probleem. Echt niet. Sorry dat ik u raakte. Oh, dat was blij. Onmogelijk niet raken, denk ik. Voilà. Onstuur. Oh, come on, jongens. Oh, oh, oh. Als ik het nu niet verklooi, dan heb ik hem. Precies dat wat ik zeg. Ik heb hem. Sorry, Paul. Je hebt hem. Ja, dat was mijn eigen schuld. Ik verkloot het in die chicane. Oh man, dat stond het zure van die fucking VR-wielen dat viel. Oh. En leg nu eens uit waarom. Omdat je geen licht had branden in de kamer, of wat zei je? Ja, wel. De VR-headset heeft een Guardian ingesteld. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een zone instelt waar je in VR zit. En als je daar buiten komt, dat je in gevaar zit. Lees een stoel, iets in je omgeving. Hè. Oh. En je herkent dat aan de basis van het moment dat je dat ingesteld hebt. Maar als dat licht is en het is donker, ziet dat er anders uit. En ineens wil je die Guardian opnieuw instellen, terwijl ik midden van het spel zit. Dat is er niet van, hé, waar? Waar is mijn beeld? Oh, Luc, wat zal ons verschil zijn? 2-10, echt 2-10. Ja, 2-10, ja. Goddammit. Oh, 1-5-4. Wacht, Luc versus... Dat is ook een nieuw record, hè? Oh nee, René zit er niet meer. 1-5-4 rond, kun je het ja, niet? Dat is een nieuw record, dat is een nieuw record, denk ik. Oh, ik heb 3 seconden penalty, what the frack? Oké, dan. Kaks. Zot. Kakkerhand. Mooie tijd, Luc. Ja, mij. Komt het alleen maar beter.
Maar Peter, jammer dat ik niet langer ben kunnen blijven aansluiten bij je. Ik was echt constant 1-5-4, 1-5-3 van het rijden. Ik weet het. Dichterbij komen, moet je zeggen, dat komen. Het filmen was dat stoppen in ieder geval. Ben je eerst een beetje rustig aan op 7?